Ik ga proberen voet aan de grond te krijgen hier in New York. En daarvoor vraag ik tips en tricks aan de volgende experts. Nu ik zoveel weet over voeding en trainen, zou je denken dat ik niet meer onzeker ben. Maar dat is niet helemaal waar. Want als fotomodel ben je altijd bezig met het creëren van een perfect beeld. En dat maakt nou eenmaal onzeker. Ik ben eigenlijk ook best wel onhandig. Zo viel ik laatst nog patsboom in New York over straat. En daarom ga ik langs bij Mandy Dion. Mandy Dion is een Nederlandse die hier in New York de allerjongste meiden klaarstoomt voor de catwalks van de allergrootste designers. Follow me! Mandy, ik heb net je klas gevolgd. En waarom moet ik nou mijn haar in de staart? Ja, dan kan ik je wel even goed zien. En want ik ga natuurlijk heel veel over houding, heb ik verteld. En dan zie ik gewoon even van, is dit nou in de goede lijn of niet? Het beroep catwalk coach, dat heb je eigenlijk een beetje soort van uitgevonden. En hoe is dat gekomen? Ja, nou, ik was zelf model toen ik 14, 15, 16 jaar was. En toen heb ik de dansacademie gedaan. Dus dan leerde ik veel over mijn houding. Het was klassiek ballet. Daarna heb ik psychologie gestudeerd. Dus je leerde heel erg over hoe moeten mensen presteren onder druk. Nou, modellen, veel druk en hoge prestaties. Dus toen heb ik alles eigenlijk gecombineerd met wat ik wist over mijn houding, met wat ik wist over het modellenwerk. En dat uiteindelijk ben ik catwalk coach geworden. Maar hoe ben je in New York terechtgekomen? Want ik vind het wel heel stoer dat je dat durft. Ja, nou, het was altijd al mijn droom. 10 jaar geleden was ik hier om te dansen. En na de dansacademie toen dacht ik, ik wil hier blijven. En ook tijdens die periode deed ik gewoon kleine dingen. Dus op de modeacademie had ik een paar modellen die ik trainde. En toen werd het Fashion Week. En uiteindelijk, ik wou hierheen om vakken te volgen. Met psychologie niet gelukt. Toen uiteindelijk ook een internship, ook niet gelukt. Nou, dus na 8 jaar studeren dansacademie psychologie was ik uiteindelijk afgestudeerd en kon ik doen wat ik wil. En toen dacht ik ga gewoon heen. Je merkt gewoon in New York zit je gewoon net wat dichter bij de kern. Ik heb nu nog niet het idee dat ik het helemaal kan, maar je weet wat ze zeggen hier. Practice makes perfect. Altijd blijven oefenen dus. Cool, dankjewel Mandy. Zo leuk. Echt. Ja, hè? Thanks. Geloof mij maar, elke foto die jij in een magazine ziet staan waarvan je denkt, ik wou dat ik er zo uitzag, komt nooit rechtstreeks uit de camera. You will never look like the girl in the magazine. Even the girl in the magazine doesn't look like the girl in the magazine. Ik heb zo vaak naast een fotograaf gestaan, terwijl die geheel pijnloos mijn lichaam of mijn gezicht even veranderde in Photoshop. Als je er in het dagelijks leven ook goed uit wil zien zonder filter, moet je goed kunnen kwasten. En daarvoor ga ik langs bij Ashunta Sharif. Zij is de make-up artist van grote sterren zoals P. Diddy en Alicia Keys. I think like when I'm on set as a model, I come in, my face is like without make-up and I'm sometimes insecure. And then you're with the make-up artist and then everything starts. Because your hair is nice and your make-up is getting on and you're almost like a coach. Right. And a lot of times as a makeup artist, we are encouraging whoever we're working with to, you know, because when you're working with a big artist, especially for me, or big models, you know, the first person they're going to gauge in the day is the makeup and hair people. Like, that's the first temperament. And actually, a director taught me that. He said, I can tell what my actor or my singer is feeling like by talking to you guys, because we're gonna get that vibe first. We're gonna know how they're feeling. We're gonna know like they're a little upset today. We're not gonna tell you why, but we're just gonna let you know like she's not in the best mood today or she's feeling not so good today. So that way they can know how to gauge themselves. Like, what is your number one tip? Well, I think a lot of young women don't have good skincare regimen. And I think because they're young, they take that youth for granted, but aging actually begins there. You know, you don't just wake up in your 40 and you have wrinkles. Those wrinkles took place over time. And so the more you take care of your skin when you're younger, the better your skin will look when you're older. You know, proper sunscreen. Sunscreen. You want to make sure you're using a protection against the sun every single day. You know, and even if you're a person of color, you know, whether you're African-American, African or Caribbean, you know, descent, whatever, Indian, anybody of color. A lot of times we have more melanin. We think, I don't need protection. It's my natural protection. No, it's not. You still need to protect yourself. And also too, good cleansers, you know, are really important. A lot. It doesn't matter if it's milky or foamy. Some people are like, which one's better? Both are great.
just clean your face. Just clean your face. Before you go to bed. Just clean your face. Yeah. And then also, I think, too, is another really important thing is exfoliating once a week. You want to exfoliate once a week. People go, why? You want to keep getting that dead skin off. That also helps with the anti-aging, because all the stuff that sits on the skin that doesn't get taken off is what settles into the lines and the wrinkles. Yeah. Mm-hmm. Girls, look directly into camera. And guys, look slightly away. In de volgende aflevering hebben we het over social media. Want hoe krijg je nou de meeste volgers? Ik ga langs bij Sophie Elgort. Zij is fashionfotograaf en heeft een groot bereik. En haar broer, Ansel Elgort, die heeft er nog veel meer. 8 miljoen. En ik praat met Larissa. Zij was Insta-famous, maar werd er diep ongelukkig van om elke keer foto's te posten van haar perfecte leven in de allermooiste outfits. Zo zie je maar, perfect bestaat niet, bij niemand. Ik ben benieuwd wat ik van Larissa kan leren. Leuk als je volgende keer weer kijkt. Inmiddels ben ik helemaal verliefd op New York en wil ik nooit meer naar huis. I'm a New York lover.